halverwege de laatste bocht. En daar komt aan de buitenkant naar het tweede spoor Gwendolyn Flevo. Gwendolyn Flevo valt nu aan. Daarachteraan komt ook Fast Track. En die drie paarden gaan het onderling uitmaken. Zes galop. En we hebben nog maar vier paarden in de koers. Zijn in de laatste rechte lijn. Midden van de baan Gwendolyn Flevo probeert voorbij te komen aan Goldie to Chiffon. Maar die is vrij taai. Goldie to Chiffon. Gwendolyn Flevo, daar komt aan de buitenzijde Fast Track. Die gaat sneller. Fast Track gaat hem winnen. Fast Track wordt de winnaar. Tweede plaats is voor Gwendolyn Flevo. Derde plaats Goldie to Chiffon. De koers werd gewonnen door paard nummer 9, Fast Track, met Dennis Minema. Paard is gefokt door de heer Walstra, ook in zijn bezit. Loopt hier een geweldige tijd, 1.16.4. 1.16.4, inderdaad een prachtige tijd. En dat geeft me aan dat de baan hier vandaag snel is. Fast Track, iedere wat hij wat moeite hier om te starten. Vandaag vanuit de tweede lijn ging dat goed. En uiteindelijk wint hij hier het Facebook kwartet. Dan heeft hij misschien wel iemand gelukkig gemaakt die de eerste vier paarden goed heeft voorspeld. De bloemen zijn inmiddels al overhandigd. Dennis, ik loop even met je mee, want hij staat niet stil. Nu vanaf de tweede startrij, is dat een groot voordeel voor hem? Nee, juist een nadeel. Maar wel dat de check wat verandert en het pakt goed uit. Hij is heel veel beter te sturen nu en nou ja, zo gaan we nog meer winnen. Zag je nog meer winnen, dan komt het paard nog veel vaker hier deze kant op in Groningen. Of ga je er een heel nationaal parcours mee maken, want jullie hebben ook wel op Duindicht goed gekoerst. De eigenaar woont in Groningen, of hier in de buurt, dus dan blijven we zoveel mogelijk hier en Duindicht inderdaad. Dan zien we jou hopelijk hier met dit paard veel vaker terug. Fast Track wint hier het Facebook partij, dames en heren. Geef hem een grote applaus. Auto is nu op 100 meter van het startpunt. Start gevallen. Gwendolyn Flevo aan de binnenkant doet mee aan het duel om de leiding. Galoppade van Ax Duterre. Ax Duterre raakt op achterstand en drie paarden naast elkaar gaan op weg naar de eerste bocht. Aan de buitenzijde, helemaal aan de buitenzijde, Flair J.E. Aan de relingzijde is het Gwendolyn Flevo. En daartussendoor gaat Willem Steur mee met Goldie to Chiffon. En daar gaan wat paarden van de benen. Fast Freddy springt en ook Flair J.E. maakt een galoppade. Die beide paarden raken ook achterop. En Gwendolyn Flevo houdt het voorbeen ertussen. En komt als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Buitenzijde daarnaast Goldie to Chiffon. Uitgeslagen bij nummer 8 galoppen. En Goldie to Chiffon gaat nu voorbij. Goldie to Chiffon neemt de leiding over. Daarachter op plaats 2 Gwendolyn Flevo. Plaats 3 daarachter is voor Fast Track. Die is vandaag goed begonnen. Vierde ligt Downtown Susie. De vijfde plaats is voor Foutje 6 HB. En alle andere paarden zijn uitgeschakeld paard nummer 7. 7 galop. Ver weg of uitgeschakeld. En zo zijn de paarden in de laatste ronde. Vijf paarden dus redelijk bij elkaar. Leiding in handen van Goldie to Chiffon. Daarachter Gwendolyn Flevo. Die ook wordt klaargemaakt voor de klassiekers. Loopt hier vandaag op plaats 2 als favoriet in de kwartetkoers. En de derde plaats daarachter is voor Fast Track. Dan valt er een klein gaatje naar Downtown Susie. Die loopt er nu naartoe. En daarachteraan gaat Foutje 6 HB. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Willem Steur maakt nog altijd het tempo met de niet al te grote Goldie to Chiffon. Daarachter volgt Gwendolyn Flevo. Niels Jongejans kijkt over de schouder, ziet dat er weinig meer in de buurt ligt. De enige die vlak achter hem ligt is Fast Track. Dan loopt daar ook naartoe Downtown Susie en Foutje 6HB moet het contact laten gaan met de voorste paarden. En zo gaan ze de laatste 500 meter in. Goldie to Chiffon. Daarachter op plaats 2 Gwendolyn Flevo, dan Fast Track. En ook Downtown Susie probeert dichterbij te komen, maar dat lukt nog niet echt. En zo gaan ze de laatste bocht door. Leiding nog altijd voor Willem Steur met Goldie to Chiffon. Die is inmiddels halverwege de laatste bocht. En daar komt aan de buitenkant naar het tweede spoor Gwendolyn Flevo. Gwendolyn Flevo valt nu aan. Daarachteraan komt ook Fast Track. En die drie paarden gaan het onderling uitmaken. Zes galop. En we hebben nog maar vier paarden in de koers. Zijn in de laatste rechte lijn. Midden van de baan Gwendolyn Flevo probeert voorbij te komen aan Goldie to Chiffon. Maar die is vrij taai. Goldie to Chiffon. Gwendolyn Flevo, daar komt aan de buitenzijde Fast Track. Die gaat sneller. Fast Track gaat hem winnen. Fast Track wordt de winnaar. Tweede plaats is voor Gwendolyn Flevo. Derde plaats Goldie to Chiffon. En voor uw kwartet niet onbelangrijk. Paard nummer 10. Die wordt vierde. Foutje 6 HB.